Goedemiddag allemaal en ik ben effectief blij dat ik hier net op tijd ben geraakt. Er was nog een accident onderweg en dat maakt dat je dan net op tijd geraakt hier, als je op tijd vertrekt. En ik, wil, en ik hoop dat jullie een boeiende dag hebben gehad. Ik had gehoopt van iets meer mee te kunnen pikken van wat hier werd gezegd, dat is niet gelukt. Maar ik wil eigenlijk Klintig wel wat kaderen in de klassieke driehoek, de driehoek van people, planet en profit, een combinatie wat mij betreft in het bedrijfsleven, toch niet los van elkaar kan gezien worden. En ik herinner mij dat een 20 jaar geleden, want zo lang draai ik al mee, dat, ik, uh, dat de aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen of voor people, uh, planet en profit, dat dat eigenlijk toch werd bezien vanuit het bedrijfsleven als iets wat nice to have was. Ik denk dat we dat vandaag niet meer kunnen zeggen. En dat de aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen een must have is, een noodzaak voor elke onderneming om daar aandacht aan te besteden, aandacht aan elk van de drie pijlers die ik zo net noemde. Als je één van die pijlers mist, heb je volgens mij geen totaalplaatje. Ik zou zeggen: als bedrijf val je dan. Uiteraard planet. Ik denk dat op een dag als vandaag, waar jullie een hele dag over clean Tech en clean Tech Connected hebt gesproken, lijkt het mij vanzelfsprekend dat iedereen hier in de zaal wel op een of andere manier bezig is met schone technologie. Met het zoeken naar betere producten, naar het zoeken naar betere um, diensten en betere processen. Processen die uh, minder... Ons milieu belasten. En dat kan je op heel brede manier doen, uiteraard. Maar planet is maar één element, het andere element is people. Want zonder people zouden we niet ver geraken. Onze onderzoekers, onze innovatoren, het zijn zij die zorgen voor die nieuwe processen, die nieuwe producten, die nieuwe diensten. En het zijn uh, alleen maar dankzij mensen die elke dag het beste van zichzelf geven, dat we effectief daar die stap kunnen zetten. Dus ik zou zeggen, laat ons daar ook echt wel aandacht voor blijven hebben. En tenslotte is er natuurlijk ook profit. Als minister van Economie zal niemand van u verbazen dat die economische pijler, wat mij betreft, minstens even belangrijk is. En zonder profit heb je natuurlijk ook geen lange termijn visie of geen lange termijn bestaan als, be als bedrijf. En om die profit te realiseren. Zeg ik altijd, moet je als bedrijf een tikkeltje anders zijn dan andere bedrijven. En je kan wellicht als bedrijf ook een tikkeltje anders zijn, omdat je je onderscheidt van de anderen, bijvoorbeeld op clean technology. En zo is die cirkel dan toch ook weer rond. Aan mij wordt vaak gevraagd van wat is nu de economische waarde van cleantech. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben heel blij met het nieuwe cleantech-rapport van iClean. ...van iCleanTech Vlaanderen... ...het CleanTech rapport... ...dat toch nog gooi doet, een poging waagt... ...om de economische impact van CleanTech in kaart te brengen. En volgens mij is dat niet evident. Want het is uh, niet alleen als er al geen afgeleide definitie... ...van wat CleanTech precies inhoudt... ...maar bovendien is CleanTech verspreid over vele sectoren, vele bedrijven... ...en dus moeilijk, uh, is het moeilijk om een zicht te krijgen op de economische impact. En daarom... Vind ik het een hele verdienste dat iCleantech die oefening heeft gedaan om een poging om dit in kaart te brengen door data te verzamelen en een databank aan te leggen. En ik zal graag samen met jullie luisteren naar wat de bevindingen zijn van iCleantech rond de economische meerwaarde van de clean technology vandaag. Dank u wel.